gefeliciteerd met een gekke overwinning eigenlijk. Ja, ik vond het ook een hele vreemde wedstrijd. Een tegenstander die zeer gegroepeerd speelde, wachtte op de fouten van PSV en dan razendsnel uitkwam. En, ja, daar hadden wij zeker in de eerste helft hadden we daar, wanneer dat gebeurde, ook wel wat problemen mee. Ondanks dat, denk ik dat we goed op voorsprong komen. En dan maken we een kinderlijke fout. En dan wordt het 1-1. En dan loop je uit naar 3-1. Op een gekke manier, want op dat moment hadden zij wat meer de controle over de wedstrijd. Ja, toen hadden zij wel misschien ietsje meer de bal. Daarvoor wij de hele tijd. En, maar dan zie je ook, dan komen er wat meer ruimtes en dan slaan we goed toe. Alleen dan krijgen we toch weer een goal tegen en dan, bij het sluiten van de rust. Ja, en dat zijn denk ik dingen, die moeten er echt wel uit. En dan spelen we een tweede helft, hebben we veel meer het gevoel van, zij scoren niet. Behouden ze dan de bal van Platje, dacht ik, op het dak van het doel. En dan moet je eigenlijk uitlopen naar... misschien kunnen we nog wel 3 bijmaken en die opties waren er absoluut aanwezig. Ja, de goal van Matas werd uiteindelijk onterecht nog afgekeurd, dat is geen buitenspel. Goed, dat kon ik op dat moment niet zo goed beoordelen. Ik heb daar ook niks van gezegd. Ik heb wel gezegd van dat een aantal situaties rond bij de 16, dat die wel wat discutabel waren. Ja, want volgens mij zaten ze boven de nek van Labiat en lieten gewoon doorgaan. Ja, dat klopt ook. In een merkwaardige ambiance ook. Ik had de indruk dat spelers ook wat moeite hadden met de ondergrond, met het veld. Het was koud, het stadion was niet vol, laten we het zo zeggen. Nee, allereerst het stadion niet vol. En ik persoonlijk en spreek op eigen titel vind het belachelijk dat wij om 8:15 moeten spelen. Er is helemaal geen wedstrijd. En ik weet ook wel dat er misschien wel diverse afspraken zijn. Maar ik spreek op persoonlijke titel. Het is gewoon belachelijk. Er zijn kinderen die willen heel graag naar een voetbalwedstrijd kijken. Graag naar PSV. En dan om 8:15. Ja, dat is van de zotte. Hoe dan ook. Gewonnen. Halve finale bereikt. Die stap is gezet. Nou ja, kijk. Het doel is altijd in dit soort wedstrijden. En ik zeg al. Verrassingen zijn er altijd. En gelukkig was het vandaag niet bij ons. En we hebben het doel bereikt. We moeten nog 2 wedstrijden. En dan willen we die beker pakken.